Bij Novrati wordt de Almachtige in moedervorm vereerd. Dit zegt Pandit Nitin Jagbandhan, secretaris van de priesterraad Sanatandharam Maha Sabha Suriname. Hij geeft aan dat in het hindoeïsme men gelooft in één opperwezen dat zich manifesteert in verschillende vormen. De Almachtige in moedervorm staat bekend als Durga Mata of Shakti. In de periode van Navrati wordt er gevast om hulde te brengen aan het vrouwelijke aspect van de Almachtige. Vasten op ons eigen wijze. Dus het is een vaste periode, een maand of een periode van bezinning, yeah. Een periode van introspectie. En, vasten op verschillende wijzen. Je hebt dus dan sowieso moeten we geen vis en vlees eten, dus vegetarisch, veganistisch zijn. En dan heb je natuurlijk mensen die geen zout nuttigen, je hebt mensen die alleen fruit nuttigen, je hebt mensen die niets eten en drinken tijdens deze 9 nachten en dagen. En belangrijk is het vasten om tot spirituele verheffing te geraken. De Nau in Navratri straat staat voor 9 en de Ratri straat staat voor nachten. Jagbandhan zegt dat deze periode niet alleen voor Hindoes is, maar alle Surinamers kunnen in deze periode vasten. Het Hindoeïsme is een levensfilosofie, levenswijze. Dus het is ook natuurlijk meer nog een periode voor alle mensen, alle Surinamers, iedereen op de wereld, om ook natuurlijk dan gebruik te maken van deze gelegenheid om ook te vasten. En het mooiste is dat dus dan dit keer weer Navratri samenvalt met de vaste maand, ja. Ramadan. Dus meer nog een mooie periode om dus dan zich te gaan focussen op het geestelijke. De laatste dag van de Navratri valt samen op Ram Nomi. Op deze religieuze dag wordt ook de nederdaling van de Almachtige in de vorm van Sri Ram herdacht.